Ik ben Chris de Klerk, ik ben de burgemeester van Roeselaren, in het hart van West-Vlaanderen. We hebben veel geïnvesteerd in projecten de voorbije jaren. Nu gaan we investeren in mensen. Het aanpakken van zwerfvuil, vandalisme en snelheidsduivels in de zone 30, daar wil ik een zero tolerantie. Over 6 jaar moet de levenskwaliteit in Roeselaren er echt op vooruit zijn gegaan. Met 100.000 bomen, met 100 kilometer fietspad en 200% de ondernemendste regio van heel West-Vlaanderen. U belooft meer bomen, maar aan de andere kant zullen er ook wel weer veel stenen bij komen in Roeselaren. Moet er niet wat meer prioriteit voor groen zijn? We willen echt inzetten op groen op verschillende manieren. Niet alleen de aanleg van onze bossen versterken, maar ook in de binnenstad. In het centrum van de stad moeten we het groen kunnen verdubbelen tot de echte normen. En dan moeten we inderdaad maken dat we bij nieuwe projecten, verkavelingen of bouwprojecten, daar ook een verplicht aandeel groen kunnen innemen. Net zoals in vele steden is ook in Roeselaren mobiliteit een van de zorgen van de mensen. De circulatie moeten we verbeteren. We gaan met de circulatiemanager in elk geval alles in de binnenstad onder de loepen nemen. Maar ook in de andere deelgemeenten, zoals in Rumbeke, moeten we veiligheid kunnen combineren met comfort voor de fietser en voor de automobilist. In Roeselaren voeren we al jaren een sterk sociaal beleid. Wij willen zeker dat sociaal beleid verder zetten. De lege brooddoos voor de kinderen, dat kan niet. Iedereen die vooruitgetrokken moet worden, die moet die duw in de rug krijgen. Daar wil ik echt werk van maken. Hoe gaat u dat doen? Heel concreet, wij gaan samenwerken met de scholen om bijvoorbeeld de kinderen een betaalbare warme maaltijd te geven. We hebben nu al een project Computer in je rugzak, om ook mensen in kansarmoede toch de mogelijkheid te geven mee te gaan in onze nieuwe digitale samenleving. En we gaan met ons welzijnshuis en het zorgbedrijf nog sterker inzetten op buurtbeleving voor onze senioren. Dat zijn allemaal mooie voorbeelden van investeren in mensen. Maar was het niet ook een goed idee geweest om ook in uw ploeg, uw bestuursploeg, te investeren in jonge mensen? Want daar zitten veel oude, vertrouwde politici tussen. Wel, ook in onze bestuursploeg moeten we het voorbeeld geven. We investeren ook daar in mensen. We hebben nu een aantal krachtige waarden die de moeilijke dossiers zullen aanpakken en begeleiden de eerste jaren, zoals mobiliteit, zoals de groenaanpak. Maar vanaf halverwege deze legislatuur komen daar nieuwe, jonge mensen bij en kunnen we eigenlijk ook een schepencollege hebben dat de helft dames en heren heeft. Dat is ook belangrijk.